Dit is echt heel ranzig. Wat zou je liever eten? Je lievelingsmaaltje of iets verschrikkelijk smerigs? Nee, verkeerd. Juist ja, maar net als in het normale leven blijkt het maken van een juiste keuze niet altijd even makkelijk. Oh, ik voel steeds mijn maag een beetje van die rare goedje wat ik net op heb. Wie van de 10 deelnemers maakt de beste keuzes en gaat er met deze felbegeerde bokaal vandoor? Dit is Keuzestress, met in deze aflevering YouTuber en freerunner Rutger Schipper. Mijn naam is Rutger Schipper, ik ben YouTuber, mijn YouTube-kanaal is Team Tentum en ik doe heel veel met sport. En vandaag zit ik hier bij Move om even die trofee binnen te halen. Ik heb gekozen voor noedels. Ik vind noedels altijd lekker. Als ik trek heb en ik kom terug, ik heb hard gesport, dan eet ik lekker noedels. Soms met kip, soms met andere dingen, maar het is en makkelijk snel klaar te maken altijd, vind ik. En het is gewoon lekker. Ja, klopt. Noedels gaan er altijd wel in. En als het een beetje mee zit, kun je er zo al van genieten. Er staat namelijk een bord met kipnoedels op je te wachten. Maar dan moet je vooral niet deze pakken. Mondwater met sinaasappelsap. Kies je de goede schotel, krijg je 5 punten. Kies je de verkeerde, zal je tenminste 1 hap moeten nemen. Anders krijg je 5 punten in mindering. Volg je het nog? Succes! Oké, ik sta voor de spannende keus of ik 1 of 2 ga kiezen. En ik kies voor... Ik ben rechts met voetbal, dus ik ga voor rechts. Nee! Verkeerd! Kak, wat is dit? Zal ik gewoon een sokken nemen? Zo! Goedemiddag zeg! Goedemiddag. Oeh, even goed nadenken. Ja, toch iets met YouTube denk ik, omdat ik niet mezelf heb laten stoppen door omstandigheden die zijn gebeurd. Ik ga stoppen met Team Tentum. Ik ga verder met mijn eigen kanaal en Rutger gaat verder met Team Tentum. Ik deed dit met een vriend van mij, met z'n tweeën, en nu is hij doorgegaan met zijn eigen kanaal en toen moet ik het alleen oppakken. Dat was al een pittige tijd. En ik ben blij dat ik nu heb doorgezet. Weet je, je stelt je fans bijna een beetje teleur, hè, want één iemand gaat eruit. En dan moet je het maar zien om te draaien dat het weer, nou ja, dat het weer aanslaat. Dat is best wel lastig. Dat kan ik me wel voorstellen, ja. Wat ook wel eens lastig zou kunnen gaan worden, is wanneer je voor deze donut met een dikke laag sambal kiest. Als ik jou was, zou ik gewoon voor deze noedels met biefstuk gaan. Zet hem op, hè. Oh, ik voel steeds mijn maag een beetje van die rare goedje wat ik net op heb. 3, 2, 1... Hey, dat is lekker. Hoppakee. Ha! Hey, top. Die vorige was minder, maar dit smaakt prima. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om extra punten te verdienen door een hap te nemen van het smerige eten onder de andere schotel. Gosh, wie bedenkt dit nou weer? Helemaal met chili saus. Alles voor die beker, jongens. mijn opleiding, die ben ik nu aan het afronden. En mijn gevoel had al lang gezegd van, hey, ik ga lekker werken. Het gaat hartstikke goed. En ik ga toch niks doen met die opleiding, weet je wel. Maar dan zegt mijn verstand van, hey, Rutger, allemaal leuk en aardig dat het goed gaat nu. Maar je weet zelf ook dat als het eenmaal minder goed gaat, dat het diplomaatje wel gewoon van waarde is. Maar dat zegt mijn gevoel wel anders, hoor. Ik denk van, hey, kijk naar de rest, weet je wel. Iedereen doet het zonder diploma bijna. Tenminste, in mijn directe omgeving vaak. Maar omdat mijn verstand zegt van, ga ervoor... Ga ik het toch nog even voor, ja. Dat lijkt me een wijze keuze, Rutger. Ik hoop dat je in de volgende ronde ook zo verstandig bent. Er staat namelijk een overheerlijke noedelsoep met kip op je te wachten. Bij een onverstandige keuze zul je echter deze wrap met zalm en chocoladepasta moeten trotseren. Succes, man! Ik ben net zeker voor rechts gegaan. Het ging half goed. De helft wel, de helft niet. Dus ik ga nu maar een keertje voor links, denk ik. 3, 2, 1... Dat doe je toch niet? Wie bezin je dat nou? Wow, lach maar hè. Leuk. Je voelt hem aankomen, hè? Ga voor die 5 natuurlijk. Ah. Gewoon kouwen, niet nadenken. Andere influencers niet per se. Die zijn best wel gewoon van iedereen lekker zijn eigen ding en zoek maar uit wat je doet. Maar wel gewoon, je ziet wel veel reacties van fans. Van wat bijzonder dat ik je ook zag bij een interview bij Move of bij Beam of bij dit of bij dat. Ik heb ook wel eens reacties gehad, gewoon in mijn DM of iets, dat ik gewoon kinderen zeiden van, ben je gelovig? Want
dat merken we aan je taalgebruik of aan hoe je doet. Of dat is toch wel Gods werk, denk ik, dat dat dan wordt gezien door iemand. Nou, dat is wel heel... Andere YouTubers bekeren niet, maar ik heb wel een tijd geleden Boas en Mees meegenomen naar opwekking. Ja, dat is natuurlijk echt al wel 2,5 jaar geleden, maar dat vonden ze toen heel mooi. En zonder dat ze iets met het geloof te maken hadden, vonden ze gewoon het sfeertje superleuk. En de ontmoeting met iedereen daar heel leuk. Maar ik moet zeggen... Als ik nu een beetje kennis heb van hoeveel kinderen er ook zijn. Ik ben dan meer op de foto aan het gaan, denk ik, dan dat ik bezig ben met de preek bijna. Omdat het gewoon heel massaal is. Maar het is wel mooi om je gezicht te laten zien. Dus ik denk als het gewoon nu weer zou zijn, opwekking, zou ik er denk ik wel gewoon heen gaan. Mooie plannen, Rutger. Maar misschien doe je er wijs aan om je nu nog even te focussen op het heden. Je maakt namelijk kans op deze noedels met ei. Of anders wacht een sorbet met zeer hartige topping. Brr. Sterkte. Ik heb net voor links gekozen, die ging fout. Maar ja, de ervaring leert, net had ik 1 fout, 1 goed. En nu had ik weer 1 fout, dan moet deze goed zijn. 3, 2, 1. Oh, dit is echt... God, dit meen je toch niet? Nu hebben we het niet gewoon hier ergens uit de vijver gevist, hè? Ik zie ze allemaal zitten. Oh, je voelt met die tong al die dingen zitten, dat is echt heel erg vies. Ja, ik bid wel eens voor een keuze, zeker ja. Ja, als ik grote keuzes heb in mijn leven, of ik heb spijt van iets, of ik ben aan het twijfelen over wat ik zou doen, dan probeer ik God er zeker bij te betrekken, absoluut. Ja, en ik merk ook dat het goed is om te doen, want dan krijg je er ook meer rust, krijg je als je daarna de beslissing moet maken. Ik heb wel een keuze gemaakt voor God eigenlijk, dat is toen ik belijdenis heb gedaan. En het is niet dat ik dan dacht van, nou, nu ben ik sowieso mijn hele leven ben ik nu gelovig, maar het is wel van hoe ik toen in stond en nu nog steeds. Ik wil het wel. Ik zie wel de waarde ervan in en ik wil wel de rest van mijn leven, hopelijk als een kind van God leven. Ja. Mooi Rutger. Nu maar hopen dat je hier ook de goede keuze maakt. Je moet namelijk kiezen tussen noedelsoep met biefstuk of deze brandnetels met een vleugje zout, peper en knoflook. Dat dan weer wel. Succes man! Oké, nou ik ben heel benieuwd. Dus eentje is lekker, andere is vies. Ben je klaar voor? Bam! Eindelijk. Stel je voor, ik had er 4 fout van de 5. Nou, dat zou heel erg zijn. Nu heb ik alsnog meer fout dan goed. Ik heb er 3 fout en 2 goed. Maar ik sluit wel lekker af. Dat was wel weer mooi. Stek! Wat ik zou doen met 1 miljoen? Nou, ik zou een beetje aan mijn toekomst denken. Ik zou niet gelijk alles nu deze jaren, in mijn jonge jaren, allemaal gaan uitgeven, denk ik. Ik zou een beetje sparen en misschien wat investeren en wat naar een ontwikkelingsland gaan om daar misschien ook wat te betekenen voor andere mensen. Ik ben natuurlijk 2 keer in ontwikkelingsland geweest en als je ziet hoeveel impact je kan maken met weinig geld of gewoon met je aandacht of met iets wat je daar kan doen, dat vind ik heel mooi. Dus dat zou ik zeker ook wel doen als ik 1 miljoen zou krijgen. Ik zeg niet dat ik alles naar het goede doel zou geven of zo, maar ik zou zeker daar me ook hard voor maken. Ik heb nog de keuze om deze open te maken, dan moet ik minimaal 1 hapje nemen. Maar ja, 1 hapje, ook maar 1 hapje. Het is wel een beetje steken in je keel dit gebeuren. Ja, die aandacht en die kinderen, ja. Er zijn heel veel collega's van mij die vinden het inderdaad wel echt best wel vervelend. Vindt het echt, gewoon op straat en zo. Maar ik denk wel, kijk, het zijn wel je kijkers. Dus weet je, ik ben altijd aardig tegen ze en ik vind juist de ontmoeting met je fans heel leuk. Maar het heeft ook wel nadelen, tuurlijk. Ze komen regelmatig aan mijn huis en dat moet je gewoon niet hebben. Ze komen gewoon aanbellen en dan vragen ze gewoon van, is Rutger thuis? Of aan de achterkant, wij wonen bij het bos. De achterkant is wel moeilijker te vinden, maar we hebben ook echt wel eens gehad dat gewoon aan de achterkant kinderen staan te schreeuwen of te roepen. Dus dat kan gewoon niet. Dus dan zeg ik van, jongens, ga er maar vandoor. En als je me een keer ergens anders ziet, dan heb ik alle tijd voor je. Dan wil ik graag met je op de foto. Maar dat kan niet hier aan mijn huis. Anders komt iedereen. Nou, ik zou willen dat ik fans aan mijn huis had. Lijkt me prachtig. Maar dat terzijde. Hey, maar Rutger, hou je kopje erbij. Want onder de schotels in deze allesbepalende ronde zitten namelijk de restjes van alle voorgaande rondes. Bij een goede keuze verdubbel je je punten. Kies je de verkeerde schotel, moet je van ieder gerecht een hap nemen. Anders worden je punten gehalveerd. Heel veel succes, je zal het nodig hebben. Ik moet gaan kiezen. Ja, we gaan niet langer wachten. Oké, 3, 2, 1. Yes! Dit is goed! Yes! Aha, yes! Oh, lekker! Ik ga best een serieus score neerzetten hoor, zo. Ja, inderdaad Rutger, prima gedaan. Maar dat betekent nog niet dat je er met de eindoverwinning vandoor gaat. Je wordt volgende week namelijk uitgedaagd door niemand minder dan onze eigen Move-presentator Tim Thijs. Wat een nachtmerrie dit spel. Wat kijk je erin? Ja, ik die koffie, echt.
Rutger staat met 54 punten op een verdienstelijke tweede plaats. Maar of die hier over een paar weken ook nog staat, wie weet. 54 punten? Daar ben ik echt wel blij mee. Oké jongens, ik ga even lekker genieten van het eten. Dit is het einde van de video. Vergeet niet te abonneren en een duimpje omhoog achter te laten. Tot de volgende keer. Doei doei!